Hey, jij bent nieuw hier, hè? Normaal sta je hier toch niet? Klopt, ik hoor bij nummer 70. Maar ze hebben me vanochtend uitgeleend vanwege dat feest hier. Oh ja. Zeg, worden we nog geleend vandaag of hoe zit het? Nou, we staan hier mooi tot maandag, hoor. Godsamme, de mensen doen maar, hè. Staan ik hier een heel weekend tot mijn nok vol met oude huzaren slaan. Ik ga een tukkie doen. Weet jij het al? Ja, Boersma wil directeur worden van onze stadsvereniging. Hé, man, haal toch eens even je klep dicht. Boersma, nog één die zijn klep niet kan houden. Kijk, staat nog in mijn archief. Dat moet je niet zo zeggen, jongen. Die Boersma, die kent zijn ongenijmers wel. Kijk, kijk, de humor ligt weer op straat. Weet je wat er in de krant staat? Hij vindt ons een boeiend en ingewikkeld bedrijf. Nou, ik vind Boersma een boeiende, maar heel ingewikkelde directeur. Ja, maar hij is wel mooi minister geweest, hoor. En nou is hij vuilnisman. Zijn loopbaan doet me sterk denken aan die van die huzarensla in mijn binnenste. Triest, hè, voor zo'n man. Wat nou triest? Waarom moeten wij als vuilnisbel fungeren voor wat Den Haag aan afval dumpt? Daar voelt deze bak zich toevallig nog net even te goed voor. Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga een tukkie doen. Je moet uitkijken met wat je zegt. Je praat wel over onze nieuwe baas. Je weet wat er met die ijzeren bakken gebeurd is, hè? Toen niet afgesproken, joh. Jezus Christus. Godverdomme. En dan nu deel 5 van de Liftster.